Vorige week werd tijdens een raadsvergadering van de gemeente De Bilt de nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd. D66 is als winnaar van de verkiezingen begonnen met het informatieproces. Dit vond in de afgelopen weken plaats. Tijdens de informatie werden alle 10e partijen die door de kiezer zijn gekozen uitgenodigd voor een gesprek. Tijdens deze gesprekken werden door informateurs Frans Poot en Dolf Smolenaars vaste vragen gesteld. Op die manier kon men inventariseren welke partijen bereid zijn om in een college plaats te nemen. Daarnaast konden de partijen aangeven welke onderwerpen ze voor de komende 4 jaar belangrijk vinden. Na de informele gesprekken met alle 10e politieke partijen zijn inmiddels formateurs deze week begonnen met het formatieproces. Op basis van wederzijds vertrouwen heeft D66 ervoor gekozen om met de VVD, het CDA en GroenLinks de formatieronde in te gaan. De partijen gaan de komende week verder met elkaar in gesprek. Doel van de gesprekken is uiteraard het vormen van een sterke meerderheidscoalitie van 15 van de in totaal 27 zetels, waarbij de partijen kiezen voor een open bestuurscultuur. Hierin zijn zij ook bereid om punten van andere partijen in de raad waar mogelijk over te nemen in een eventueel coalitieakkoord. Mocht de vorming van een meerderheidscoalitie mislukken, dan houden de formateurs de mogelijkheid van een meerderheidscoalitie open. We'll be right back.